Ryan is bezig met een glasvezelnetwerk te bouwen. Dat is eigenlijk een netwerk wat normaal zeg maar, in de grond wordt gebouwd. En daarvoor heeft hij dus grondkabel en producten die later in de grond worden begraven. Op tekening moeten we bepaalde lassen maken, glasvezellassen. En daar moet dan werken ze straks. Dat is een pittige opdracht. De uitdaging van deze opdracht is om toch, hij staat redelijk onder tijdsdruk. En ze moeten eigenlijk toch wel meer doen, heb ik nu al een beetje begrepen, als dat ze afgang krijgen. En de bedoeling is natuurlijk om het werkend te krijgen. Het begon heel moeizaam, eerlijk gezegd. Dus, het wou niet zoals ik wou, zeg maar. Het is natuurlijk de eerste dag. En het is allemaal nieuw en zenuwen. Ik bedoel, die duizenden mensen hier, iedereen die iets van hem wil, mensen die komen kijken, toch aandacht trekken. Hij mag natuurlijk niks zeggen. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld. Dat is eigenlijk al heel vreemd. Want juist in Nederland leren ze juist contact te houden met klanten. En hier moet hij zich compleet afsluiten. Ja, dat is toch best wel heel tricky. Brian heeft onnoemelijk groot last van zenuwen. En dat moet hij even onder controle krijgen en dan gaat het hopelijk als een speer. De zenuwen die speelden een heel grote rol met de aanpak. En dat is dan denk ik een beetje fataal geweest in het begin. Maar nu ontspannen en gaat allemaal goed. Uiteindelijk heeft hij het weer goed teruggepakt. En als we het nu vergelijken met de rest van de 15 andere landen, denk ik dat hij toch wel een goede middenklasse heeft. Hij speelde vroeger heel veel met Lego. En daar maakte hij al lampjes in en elektriciteit in. En dat deed hij echt wel veel. Hij komt zeer zeker bij ons bij Hollander Techniek op de voorgevel te hangen. Een foto met dat hij toch meedoet met de World Skills. Dus als bedrijf zijnde dan mega trots natuurlijk. Ja, super. Wij zijn zo super trots op die gozer. Als je hem iets mee moet geven, is het belangrijkste rustig blijven. Je werk doen. Je werk doen zoals je dat altijd ook gewoon normaal door de week doet. Dat je gewoon de vaart erin blijft houden. Dat is het belangrijkste. En gewoon jezelf blijven. Het komt wel goed, schatje.